Oh, ik ga morgen naar de kapper. En dan eet ik alles eraf. Wat lief? Je bedoelt... kort. Ja, alles eraf. Overleg je nou niet eventjes met ons? Wat wij daarvan bij doen. Excuseer? Overleg je nou niet met ons? Ik dacht, het is mijn haar, dus... Ja, maar ik ben wel degene die naast jou moet lopen. En wij zijn wel degene die naar jou moet kijken. Je kan op zijn minst vragen, vind je het goed dat ik mijn haar afknip? Oh, kijk hoor, maar ik heb morgen een afspraak. Dus zeg je, ik doe het toch? En dan zeg je dus even ook, wat jullie willen. Dat interesseert mij niet. Maar dat zeg ik toch niet? In feite zeg je dat onze mening er niet toe doet. Maar dat zeg ik toch helemaal niet? Of om het anders te zeggen, dat jouw mening belangrijker is dan die van ons. Of om het nog anders te zeggen, wij zijn niet belangrijk. Maar dat bedoel ik toch niet? En als wij niet belangrijk zijn, dan zeg je eigenlijk, ik hoef jullie niet. Och jong, dat zeg ik toch niet? En als dat soort dingen tegen mij gezegd worden, dan voel ik mij gekwetst. En als ik mij gekwetst voel, dan ben ik boos. En als ik boos ben, dan doe ik dingen waar ik daar spijt van krijg. En als ik geen zin heb om dingen te doen waar ik later spijt van krijg, en zeker niet als dat de schuld is van een ander, van jou, snap je? Ja.